Goedemorgen, het is donderdag, het is 9 uur geweest. Ik had de wekker om 8 uur gezet, want ik had Isabel vertellen. Wat vroeger wekken en uiteindelijk nog vroeger, voor de tijd dat ik ga werken, zodat ze daar aan gewend is. Maar nou kwam ze toevallig zelf, oh mijn batterij is bijna leeg, by the way. En ik ben ondertussen houden met je man nog aan het kijken, dus ik was heel even afgeleid. Anyways. Hier heb ik eigenlijk niet zeggen. Oh ja, kom zo meteen kraambezoek. En ik moet straks met de auto naar de garage, want er zit een barstje in mijn glas. Goed, ik ga mijn camera gaan opladen en ik zie jullie dadelijk weer. Het is ondertussen bijna 1:30. Ik moet zo weg, dus ik ga even gauw mijn tanden poetsen en schoenen aandoen. En dan gaan we naar Den Bosch om even mijn auto te laten maken of mijn glas. Het kraamziet is trouwens al geweest, maar jullie zaten aan de oplader. Dus from there. En ik heb dus straks kaart gewerkt. Ik hoef daar eigenlijk niet op vakantie. Hallo, ik heb eigenlijk vrij, maar dat maakt niet uit. Hoef ik niks meer voor school te doen. Ik dacht, oh zusje, dan komt het langzaam op gang, ideeën en zo. En in één keer net, flap, flap, flap. Voor iedereen, alle groepen, done. Ik moet alleen nog even een paar kleine dingetjes doen, maar dat is niet zo'n groot probleem. Maar fijn is gewoon dat je dan de ideeën hebt en dat grote lijnen zijn uitgewerkt en er zit een spinnetje op het plafond. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, op daar. Ik weet niet of het goed zit, maar in ieder geval op daar. Somewhere. Dus, anyways, ja, ik ga gauw even spullen pakken. En dan gaan we naar Den Bosch toe. Dat gaat naar Den Bosch toe, zit een lieve Gerritje. Oké, daar. Ik schrok met de laatste, dus ik doe hier de deur open. Ik zijn eerste Odin voor de deur, schrok ik al van. En in één keer gaat de bel. Terwijl normaal als er iemand voor de deur zet, dan is Odin er al lang bij. Die heeft al lang eerder in de gaten. Dus ik schrik me rot, jongen. Dus ik spring zo omhoog. Maar, anyways. Een pakketje is binnen. Want er komt... Ik weet niet als jullie dit zien of die dan nog online staat. Denk niet. Maar anyways, er komt een Christmas winactie online. En ik heb zelf ook iets mogen uitzoeken. Dus dat heb ik nu binnengekregen. En dat is een dekbed. En ik ben super enthousiast. Weet je waarom? Omdat ik hou van slapen. En ik had sowieso een nieuwe nodig. Dus dit kwam echt als geroepen. Maar echt serieus. Ik ga met jullie gewoon even uitpakken. Een soort van. Maar degene die van de winactie, die wint, die mag zelf ook een dekbed uitkiezen. Dus ik heb een zwarte gekozen. Zo. Niet dat je, oh, het draadje van de camera. Niet dat je zo echt, oh wacht, je kunt een beetje op zien hoe die eruit ziet. Met zijn spiegel. Nou, ik maak straks mijn bed hiermee op. En dan zien jullie hoe het er daadwerkelijk uitziet. It's a fancy. Dit is Brussel zwart. En ja, jullie kunnen het zo niet zien. Maar het is zo mooi. Dus ik ben heel benieuwd ook hoe die aanvoelt en zo. Ja, yeah. I'm enthusiastic. Oké, dan moet ik echt snel zijn. Daar. Niet op de bank. Oh, ben je nou aan het filmen? Oh, dit. Niet op de bank. Waarom moet je zo lachen? Kom, doe me een high five ook. High five. Doe nog maar een keer. Oh, high five. Nou, dat bedoelde ik niet nog een keer. Oh ja, spiegel. Wacht, ik mam al de hele dag tuk. Ja! Waar is de doek? Je hebt de doek. Nog meer. Je hebt de doek. Nog meer, het blijft eruit lopen. Ik heb geen doek. Vast wel. Oh nee, die heb ik. Daar moet je zo'n shirtje aantrekken.
Oh, ze hadden ook hele leuke pyjama's bij de prenatal. Reclame. Ja, nou en. No spon. Nee. Hashtag no spon. Hashtag no spon, ja. Ik ben toch enthousiast over iets, dat mag ook. Ik ben altijd enthousiast. Zie je nou haar kots aan jouw gezicht af te wegen? Nee, ik zat mijn tranen eigenlijk weg te vegen. Met haar kots? Ja, maar dat is mijn melk. Vermengd met haar maagsappen. Ja. Hey. Hallo. Hier. Niet kussen. Niet kussen. Oh, kom hier. Hondje rijden. Yay. Nee, dat vind je echt niks. Dat vond jij echt niks, je. Nee. Niet op de bank. Hallo. Hey. Hallo. Blablabla. Kom aan, niet opeten. Doei. Nou, zeg maar doei. Doei. Isabel en ik zijn er klaar voor de finale van Expeditie Robinson. Ik ben zo benieuwd. Echt, het zou echt de most awesome surprise zijn als Soendos zou winnen. Ik ben echt niet fan van Soendos. Gewoon wat ze heeft laten zien, zeg maar, in het begin en alles. Hoewel ze nou, daar kan ik er best om lachen. Maar ik vind niet per se dat zij het verdient, of ik vind eigenlijk helemaal niet dat zij het verdient om te winnen. Maar het zou toch wel heel awesome zijn, omdat ze juist zo'n underdog is. Ja, en wie wint het dan? Niel is uit. Kai of Carlos? Ik hoop, weet je, ik hoop gewoon Carlos. En er zijn eigenlijk, ik denk twee redenen. En de eerste is gewoon, ik vind het super cool als er een onbekende Nederlander wint. Die nou niet meer zo bekend is, maar dan toch. Ik bedoel, dat zou toch vet cool zijn. En ten tweede is, Kai die heeft natuurlijk, die is één keer naar Finalisten-eiland gegaan en is daar nooit meer vanaf gekomen. Maar daardoor heeft hij eigenlijk zichzelf niet echt meer hoeven te bewijzen. Hij heeft twee mini-proeven dan zeg maar gedaan. En dan denk ik van ja, maar dat is niet zoals een grote proef. Dus ja, hij heeft daar wel eerder gewonnen en hij is erop gebleven. En hij heeft één grote proef gewonnen. Maar verder dus niet. En Carlos die heeft telkens wel die grote proef gewonnen. Hij verloor daarna ook alweer die kleinere proeven. Maar de finale is natuurlijk ook gewoon meerdere proeven en niet maar één. En dat bleek natuurlijk vorige week al met de halve finale. Toen Soendos en Carlos eigenlijk als laatste loskwamen van het touw. Maar allebei wel veel sneller de puzzel hadden opgelost dan Niels en Shelley. Ik bedoel, dat zegt ook wel iets over. Ja, kijk, in de ene ben je beter dan in het andere. En als je dan net hoeft te strijden over maar één proef, één onderdeel. En dat is toevallig een onderdeel wat jij kunt. Bewijst het in principe minder dan een groot onderdeel. Waarbij je dus meerdere proeven moet doen. Of meerdere onderdelen. Wat de finale is. En de finale is huge. Ja, ik ben echt zo. Nee, zeg al, ik hoop echt Carlos. Hoewel ik heus ook best Kai verdien. Vind dat hij het verdient. Maar ik vind hem ook gewoon leuk. Dus hij is het ook. En aan de ene kant. Soendos, ja. Ik zeg al, aan de ene kant gun ik het gewoon niet. Omdat ze gewoon zo biatch was. In het begin en zo. Maar ook niet omdat ja, ze eigenlijk nooit de proef om tot de laatste paar afleveringen dat ze in één keer best aardig deed. Of het was echt een hele goede acteertruc, zeg maar. Zo van, dan word ik de underdog en dan blijf ik erin. Kan natuurlijk ook. Oeh, New Temptation Island. Goed. Ik ga even de laptop pakken, vast voorbereiden en dan ga ik zo meteen weer zien. Oeh, de uitslag gaat binnen nu en 5 minuten komen. Het is nogal moeilijk. Understatement.
Ja. Soms wordt er zo gefilmd dat je denkt, ja, nou moet je raak zijn, maar hij is gewoon mis. Shit! Kom beter. Mijn laptop even. Nou, wat een dramatische muziek. Carlos Seurt. Oh, mis! Hondenknet, dat is best spannend zo gefilmd elke keer met de vertragen. Ja, dat zei ik net al. Ik zie niet blijft. Nee, dat blijft. Maar dat was zo nieuw. Die andere, kan je nog helemaal niks gedaan? Jawel. Weet je geen kan je? Die andere... Ik heb dit net anders af te vertellen. Ja. Oh. Shit. Wat gebeurt er nou? Waarom werkt het niet? Kai mist. Yes! Heeft hij gewonnen? Ja, Carlos wint. Woehoe! De onbekende. Vind ik mooi, hè? Ja, dit moest ook. En die mensen daar wisten het allemaal niet? Nee, niemand niet. Ook zijn eigen... Nee, dat mag je niet vertellen. Oh, dat is moeilijk. Je betaalt 5000 euro hè, als je het vertelt. Of zoiets. Ja, voor hem is dat dan wel veel, maar voor de rest niet. Ja, goed, ik weet niet hoe dat... En hoe lang is dit geleden? Het was ergens in mei, april. Oh, ze heeft een half jaar voor zijn eigen moeten houden. Of ja, tegen zijn vriendin en zo. Ik denk dat zijn vriendin het wel weet. Volgens mij is het een select groepje die het... Maar ja... Het mag natuurlijk niet uitgelekt worden.